Fred de Haas, vertaler van het Alice-gedichtenbundel, hield een speelse inleiding op het werk van Alice Juliana, waarin hij het grote belang van het werk van Juliana voor het Curaçaose volk benadrukte. De dichter en kunstenaar kwam uit zijn woorden naar voren als iemand die de kritiek op zijn eigen volk niet spaarde, maar zijn kritiek altijd verpakte op een manier die niet kwetsend was. Fred vergeleek de dichter met een muis die beet en tegelijkertijd blies, zodat je de pijn niet voelde. Mordes ou plat noemen we dat in het papiaments. Alice Juliana werd om die redenen door hen de gentleman onder de Curaçaose dichters genoemd. En hij heeft ook een gedicht geschreven waar de Curaçaonaars nou niet zo vreselijk leuk uitkomen. Ik ga dat toch even zeggen. Ik vind het natuurlijk leuk om te zeggen. En hij zegt in dat gedicht over de Curaçaonaars. Hij zegt, weet je wat het probleem is? Zegt hij, wat dat probleem met je Curaçao? Zegt hij, Nanta Flo. Ze zijn lui. Nanta Malcria. Ze zijn onopgevoed. Blopapia Zundra Reclama. En ze zeggen, in omofficiëren die pida dede patrabouw. Ze steken geen poot uit om te gaan werken. Nou, dat hebben ze echt niet leuk gevonden, dat gedicht hoor. Maar dat is er maar eentje. En in de rest van de gedichten, nou, toen was die heel, heel mild. En ik vergelijk het eigenlijk altijd graag met een, ik geloof dat het een insect is, dat heet Mordes Supla. Morde in het papiaments, dat betekent bijten. En supla is blazen. Dat is een heel geniepig insect eigenlijk, hè. Als die je bijt, dan blaast hij tegelijk. Mordes supla. Confino raum coqueta, cada passo da su tempo, cada zoia na midi. Bikita, 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 bikita. Herdandi e damos aqui, aita com os passos mudita. Iena sala do perfume, harissa que gente oro, zoia renti macura. Bikita, bikita. Bikita, bikita, ma ora un pace profia, a bella manta bikita, per bettuma denca tumba, e la chieda babuca, con mossa se da lesma, poravara serena. Bikita, bikita, pa che mba tumba, bikita, bikita, pa che mba mira, bikita.